Talita, mag ik even met jou meekijken, met jouw blik op de wereld, met jouw perspectief? Wat is dat eigenlijk, jouw wereldbeeld? Hoe ziet de wereld er voor jou uit? Heel positief. Ik ben heel enthousiast over de potentie van jonge mensen om het verschil te maken. Ik denk dat we echt in een tijd leven waarin het makkelijker is voor individuen om nu zichtbaar te zijn, om invloed te hebben, impact te hebben. Door alle nieuwe technologieën die er zijn, door social media, door platte organisaties waarin mensen steeds meer de ruimte krijgen om het verschil te maken. Dus ik ben heel erg enthousiast over dat je nu ziet dat mensen waar je vroeger misschien niet zoveel van zou verwachten, of dat nou lokaal is, burgers, jongeren, eigenlijk mensen heel breed in de maatschappij, nu het initiatief nemen om in grote maatschappelijke vraagstukken echt verantwoordelijkheid te nemen en daarin het verschil te maken. Dus ik ben heel erg enthousiast en positief over de toekomst. En ik hoop ook dat mijn generatie echt het verschil gaat maken in bepaalde grote maatschappelijke uitdagingen die er liggen. En hoe doe jij dat op het moment, verschil maken? Ik hoop dat ik dat doe door te ondernemen. Dus ik ben nu met mijn eigen bedrijf bezig om programma's te ontwikkelen voor jonge professionals binnen andere grote bedrijven die een duurzaam project aan het opstarten zijn, maar daar nog hulp bij nodig hebben. En ik hoop door met hen samen te werken dat zij binnen die bedrijven voor duurzaamheid en voor duurzame verandering zorgen. En dat ze op die manier het bedrijf van binnenuit veranderen. En helpt innovatie daarbij? Innovatie helpt daar zeker bij. Het is wel een gangbaar cliché woord geworden, innovatie. Maar ik denk dat het vooral gaat over nieuwe verbindingen, onverwachte oplossingen zoeken. En je ziet dat nu juist gebeuren doordat mensen van verschillende sectoren met elkaar in contact komen. En daardoor eigenlijk voor onverwachte oplossingen zorgen. En volgens mij is dat innovatie, dat mensen die elkaar voorheen niet kenden nu met elkaar in contact komen onder het woord duurzaamheid. En daardoor voor onverwachte oplossingen kunnen zorgen.